Dit is de middelbare school, het Christelijk Lyceum Veenendaal. En naar de middelbare gaan is leuk. Maar naar een middelbare school gaan waar je kan doen wat je echt gaaf vindt, dat is nog leuker. En daarom hebben ze bij het CLV 5 talentklassen. Science, Economics and Social Business, Sport, Kunst en Cultuur en Storytelling. Elke leerling op het CLV kiest één van deze talentklassen. Met deze klas ga je bezig met het ontwikkelen van jouw talenten. Superleuk, want de mensen in jouw talentklas hebben dezelfde interesses als jij. En in de reguliere lessen zit je met iedereen door elkaar. Lekker divers! In deze video ga ik je meenemen door alle 5 talentlijnen, zodat jij de beste keuze kunt maken. Laten we beginnen met science. Alles wat je niet tijdens scheikunde of natuurkunde krijgt, dat kun je hier doen. Zoals het ontwerpen van een brug, het programmeren van een app of het maken van een robot. Wow, dat is echt cool. Bij science ga je ook leuke uitstapjes maken. Zoals naar de brandweer. Maar je gaat ook onderzoek doen naar duurzaamheid. En een escape spel spelen. Dus, ben jij nieuwsgierig en vind je het leuk om dingen te bouwen? Dan is de talentklas Science wat voor jou. School is leuk. Maar geld verdienen is ook leuk. Bij de talentklas Economics en Social Business kan je dat eens combineren. Hier leer je van professionals hoe je moet inkopen en verkopen. Hoe je winst maakt op producten en hoe je je eigen bedrijf opzet. Je gaat langs bij bedrijven en ontmoet inspirerende ondernemers. Het mooie is dat je het niet alleen voor jezelf doet. Maar dat je ook leert hoe je sociaal, internationaal en milieuvriendelijk kan ondernemen. Uiteindelijk start je zelfs je eigen onderneming. Hoe vet is dat? Ben je eigenzinnig, ondernemend en durf je een risicootje te nemen? Dan zit je bij Economics en Social Business helemaal op je plek. Hou jij ervan om te bewegen? Dan hebben ze voor jou de talentklas sport. Je doet je veel meer dan tijdens normale sportlessen. Je krijgt de kans om veel buiten school te sporten. Met gastdocenten en professionele trainers. Dit kunnen bekende sporten zijn, zoals beachvoetbal of trampoline springen. En judo. Maar ook uniekere sporten, zoals schaatsen of gehandicaptensport. En je werkt met elkaar aan een vette show. Maar in deze talentklas gaat het om veel meer dan alleen sporten. Het gaat ook om leiding geven, organiseren, communiceren en samenwerken. Leuk bonus, je krijgt ook mooie sportkleding. Ook voor de aanstormende talenten is er een speciaal programma, Sport High School. Daag jij jezelf graag uit en hou je van om te bewegen? Kies dan voor de talentklas Sport. Creatief. En vindt geen probleem om in de spotlight te staan? Bij de talentklas Kunst en Cultuur kan je allerlei creatieve dingen beleven onder schooltijd. Je krijgt les van professionele kunstenaars en artiesten en zij leren jou hoe je jezelf kunt uiten in kunst. Bijvoorbeeld door het spelen van een toneelstuk of, als dat niet je ding is, door het maken van muziek. In de lessen krijg je veel mogelijkheden om je creativiteit kwijt te kunnen. Een mooie basis voor als je later iets wil doen met kunst. Of het nou professioneel of als hobby is. En aan het einde van het schooljaar kan je in een spetterende show laten zien wat je hebt geleerd. Ben je creatief? Vind je het leuk om met je handen bezig te zijn? Of ben je muzikaal? Dan kan je bij de talentklas Kunst en Cultuur helemaal losgaan. De talentklas Storytelling is de plek waar je jouw fantasie en gevoel voor taal kunt gebruiken voor het vertellen van verhalen in allerlei vormen. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je een video maakt. Net zoals deze. Je gaat ook verhalen leren schrijven, vloggen en mooie gedichten maken. Er staan nog veel meer op het menu. Zoals het maken van een fotoreportage. Lachen. Of het leren interviewen. Hoi, wat gebeurt er eigenlijk met de dingen die wij maken? Nou, als het echt goed is, dan komt het misschien wel in de school te hangen. Of wordt het gepubliceerd in een boek. Hier kan je je creativiteit en fantasie ontwikkelen. Leren om feedback te geven en te ontvangen. En leren om je in te leven in andere mensen. Ben jij creatief, nieuwsgierig en word je enthousiast van wat je net hebt gehoord? Dan is de talentklas Storytelling echt wat voor jou. Dit waren de 5 talentklassen. En weet je welke je gaat kiezen? Of je het nu al weet of niet? Het wordt sowieso leuk. En nuttig voor later.
Wil je meer weten over de talentklasse? Science, economics en social business? Sport, kunst en cultuur? Of storytelling? Kijk op onze website. Of kom een keer langs. Tot snel, hier op het CEO!